Welkom bij Vastgoed TV. We zijn bij Sincura in Brussel en bij mij staat meester Frank Bursens van het advocatenkantoor Everest. En we gaan het kort even hebben over de wet op de mede-eigendom die vanaf 1 januari 2019 vernieuwt. Waarom moest die wet zo nodig vernieuwd worden? Want die was nog maar van 2010, hè? Absoluut, absoluut. Maar het grote manco in de wet was eigenlijk de grote drempels om gebouwen eigenlijk op te frissen, te vernieuwen, te moderniseren. En op die manier konden gebouwen eigenlijk verslijten tot op de draad, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld een huurder die zich bekloeg of beklaagde over het feit dat er enkel glas was, dat hij schimmel in zijn badkamer had. De mede-eigenaars wouden geen geld uithalen om te investeren. En nu heeft men eigenlijk het veel makkelijker gemaakt om mensen zover te brengen dat zij toch gebouwen kunnen vernieuwen. En zelfs zo ver gaan dat ze de gebouwen kunnen slopen en weer opbouwen, zonder dat iedereen moet meestemmen. Dus de drempels om een beslissing te forceren zijn veel verlaagd. Nu, het is vaak een kwestie van centen in die gebouwen. Daar draait het altijd om. En ook op dat vlak komt men de syndicus een beetje tegemoet. Er is blijkbaar een en ander veranderd op het vlak van de geprivilegeerde schuldeiser, als ik het zo mag noemen. Ja, dat was natuurlijk ook een probleem en dat gaat nog een probleem blijven. We zien dat veel mensen, het zijn jongere mensen, een krap budget hebben om nog bijkomend te gaan investeren een keer dat ze al aangekocht hebben. En we zien anderzijds het ouder publiek dat voor hun hoeft het niet meer om een gebouw nog te moderniseren. Dus dat is problematisch en investeren en renoveren vergt natuurlijk een inspanning. En natuurlijk, daar moeten ook middelen zijn. Nu, een paar mensen kunnen er niet voor zorgen dat de groep bank speelt voor die mensen die niet willen of kunnen bijdragen. En dus vandaar dat er nu een nieuw voorrecht is ingevoerd. Dat wil zeggen, als er verschillende schuldeisers allemaal aanspraak maken op het vermogen van die schuldenaar, eigenaar in het gebouw, dan zijn er dus voorrangsregels en nu gaat de vereniging een van de bevoorrechte schuldeisers worden. En dat is een grote vooruitgang. Nog één vraagje misschien. Ik heb ook gehoord van de minister in zijn speech hier vanavond dat hij zei dat er ook een stukje bemiddeling in het besturen of beheren van de mede-eigendom wordt gestoken. Wat mogen we daaronder verstaan? Wel, dus je kunt, als je een geschil hebt, is de klassieke rechter voor zo'n geschillen rond mede-eigendom is de vrederechter. Nu, het blijft altijd een conflict. En statistieken wijzen uit dat als de partijen onderling een geschil kunnen regelen, dat dat eigenlijk een langdurige oplossing is. Ze voelen zich veel tevredener, ook al hebben ze moeten een stukje tegemoetkomen aan de wensen van de andere partij. Dus nu is er in de wet ingeschreven dat de private rechtbank arbitrage, dat mag niet, het is nog altijd de vrederechter, maar je kunt de vrederechter eigenlijk voorkomen door toch een poging te doen om akkoord te komen via bemiddeling. En bemiddeling wil zeggen dat een derde neutrale partij eigenlijk de partijen helpt tot een oplossing komen. Dat is eigenlijk een grote vooruitgang. En ik denk dat dat in België een grote toekomst heeft. Oké. In ieder geval, we gaan het volgen, want 1 op 4 Vlamingen is in Vlaanderen zeker betrokken bij appartementen en mede-eigendom. Dus een niet onbelangrijk gedeelte van de bevolking. En die wetgeving die vanaf 1 januari ingaat, of het veel verbetert, dat zullen we na nieuwjaar peilen bij een volgende opname, waarschijnlijk in een nieuwe opening bij Sincura of bij meester Bursens zelf. Wij gaan het volgen op Vastgoed TV op onze website www.vastgoed-tv.be.